Hoi, ik ben Frank en welkom bij Inland Rabbit Chili Pepper Mysterie. En het mysterie vandaag komt uit België. Van Fonsi's Insane Hot Sauce, de Louise's Hot Jam. Kijk of mijn licht mee wil werken. Ja, denk ik zo wel toch. Want nog iets dichterbij, dat zou leuk wezen. Ja, zo ongeveer. Ja, Louise's Hot Jam. Van Fonsi's Insane Hot Sauce heb ik natuurlijk eerder de Fonsi's Insane Hot Sauce gereviewd en de Russian Roulette chocoladekogels. Alles met Carolina Reaper, dus ook deze jam. Leuk, daar zit volgens mij niet veel in, dus ik heb het niet opgeschreven. Ik zal het nog even voorlezen. Daar zit in Carolina Reaper 5%, aardbeien, suiker en limoensap. Is dat alles? Ja, volgens mij wel. Dat is leuk, simpel. Het zal dus naar aardbeien en Carolina Reaper smaken, zoals ik verwacht. Ik zal hem gewoon even ruiken, proeven. Zo nodig heb ik een bakje als ik de structuur niet kan laten zien op een lepel. Maar het is een jam, dus ik ga ervan uit dat die wel blijft plakken. Terwijl ik moeite heb om deze jam open te maken. Gelukkig heb ik hier een doek. Ja, ik denk dat hij nou open is. En ik heb twee lepels, want ik hoop dat deze gaat passen. Maar als hij niet past, dan moet ik even een kleinere pakken. En zo te zien gaat dat net lukken. Oké. Okay. Ik zal hem eerst even ruiken. Ja, dat ruikt naar aardbei. Daar kan ik niet iets anders van maken. De Reaper geur die ik bij de Fonsi's Insane Hot Sauce wel duidelijk rook, die ruik ik hier iets minder. Ik ga hem gewoon proeven. Voor een jam. Ik heb hem al wat doorgeroerd. Voor een jam is die wel vrij dun. Ja, dat smaakt naar aardbei. Niks anders van maken. En ik ga toch even wat in een bakje doen, want hij is te dun om een lepel te laten zien. En als ik hem, als ik dit potje naar de camera breng, dan denk ik dat hij misschien overstroomt. Simpel. Aardbeienjam met peper. Ik zal even de structuur proberen. Kijk hoor. Komt zo. Zo ongeveer, maar hij is toch net iets te dun om. Ja, zo kan je het nog beter zien. Kijk, je ziet die pepers hier. Dat is mooi. Er zitten echt stukjes Reaper in. En toch is het maar 5%, weet je wel. Dat is niet heel veel. Hij is ook niet echt pittig. Ja, ik moet het natuurlijk nu wel opmaken. Het is echt vreselijk om dit op te moeten eten. Ja, ik haal hier niet echt een duidelijke riepersmaak uit. Wel een Reaper Kilburn. Niet heel veel. Maar precies lekker, zeg maar. Voor een jam. Ik zou er gewoon 's ochtends kunnen eten. Geen probleem. Op geroosterd brood. Of een cracker. Een zacht bolletje zelfs. Ik heb nog een zacht bolletje. Misschien ga ik dat zo wel even doen. Ja, simpel. Peper, jam, het aardbeien en die Carolina Reaper. Duidelijk, de Carolina Reaper burn hier in mijn keel. Niet zozeer een Reaper smaak, maar dat komt misschien ook omdat die
die aardbei best overheersend is. Heel zoet. Lekker. Heel erg lekker zelfs. Ik denk dat ik dit potje zal ik betrekkelijk snel op hebben. Ik weet niet of ik het nog kan laten zien of dat hij. Nou, ik ga het gewoon proberen. Luigi's Jam. En ik denk dat ik hem vrij snel op heb. Het is erg lekker. Maar qua hitte. Ergens tussen 1 en 1,5. Ja, dat denk ik wel. Het is niet heel heet. Voor iemand anders een, zou ik zeggen, 4 punten hoger. Dus dan hou hem even op 1,5. Dan zit je 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Ja, zoiets. Ik denk een 5 voor de meeste personen. Zoiets denk ik wel. Op hitte. Het is niet heel heet, maar het is gewoon lekker. Dus bedankt. Kom weer. Mocht je nou een sausmaker zijn, een PPT-leer, een maker van hete snacks. Of jams, natuurlijk. Kun je me even contacten op mijn Facebook bedrijfspagina, mijn e-mail. Kijk vooral even op mijn Instagram. Of het leuke foto is, dan maak ik straks ook een fotootje van deze Luigi's Hot Jam. En voor de andere kijkers, laat vooral een comment achter. Vind ik altijd leuk. En die beantwoord ik zeker. Hier verschijnt zo'n logotje. Kan je klikken. Heel erg leuk als je dat doet. Dan ben je subscribed, zoals dat heet. Hoor je hierbij en zo. Ja, leuk. Zou ik voor nu zeggen. Onthoud, it was a man in a green coat. Zie ik jullie de volgende keer. Doei.